Als het niet wordt verwijderd voor deze en deze datum, dan krijgen jullie een boete. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en we zijn lekker opgestaan en hebben even meteen een bijtje in elkaar geknald. En ik heb even meteen besproken met Sal, want we gaan morgen natuurlijk alweer voor een aantal dagen naar Berlijn toe. Hoe we het allemaal gaan doen met de bagage. En wel heel chill. Hij neemt gewoon een koffertje voor mij mee waar ik de helft van mijn shit in kan gooien. En zo gaan we lekker naar Berlijn. Ik heb er fucking veel zin in. Echt heel veel zin in. Het enige jammer is dat het vandaag alweer 3 graden is in Nederland. Dus de winter is aan het beginnen. Plus de gevoelstemperatuur staat op min 1. Nou, daar word ik dus niet zo heel erg blij van. Maar ja, helaas. We kunnen er niks aan doen. In Nederland blijft het toch echt kut weer. In Berlijn is het trouwens echt net zo'n kut weer. Dus dat scheelt dan ook alweer. Maar we gaan eens even lekker ontbijten. Dan gaan we de dag even goed beginnen. Dus heb ik ook maar gewoon alle gordijnen even goed dicht gedaan. Oh, zie ik meteen dat ik hem niet goed dicht heb gedaan. Want dit houdt redelijk wat warmte tegen. Als je namelijk gordijnen dicht doet, kan er minder wind doorheen, minder lucht stromen. En dat maakt je huis een stukje warmer. Het is hier binnen, begint het ook koud te worden. Dus de verwarmingen gaan vandaag ook weer lekker aan. Die gaan we ook gewoon op een standaard temperatuurtje houden. Zodat die altijd lekker alles verwarmt. In plaats van dat je in één keer alles knijtertje heet maakt. En dan de ene dag is het weer knijterkoud. Nou, dat is heel chill. Ik mag nu straks mijn was weer op gaan ruimen. Maar ja, dit is allemaal was die ik heb gedaan. Omdat ik natuurlijk voor de helft van deze spullen waarschijnlijk mee ga nemen naar Berlijn. Dus ja, het is voor mij eigenlijk een beetje... Je kunt het eigenlijk het beste zo zien. Ik was mijn spullen steeds voordat ik naar een reis toe ga. Ik kom net in Amsterdam terug. Ik heb gisteren heel dag geëdit. Of halve dag geëdit eigenlijk. En dingetjes gedaan. En nu zijn we terug in Tilburg. En gaan we vandaag onze tas weer inpakken. Om weg te gaan. Allemaal, ik heb er mega veel zin in. Ik vind het heel chill. Maar nu gaan we eerst eventjes David Dobrik kijken. Tijdens mijn ontbijtje. Het is weer zover. Mijn schoenen zijn weer vies. Zoals je ziet, daar zit een vlekje. En daar zitten vlekjes. En daar zit een vlekje. Daarboven zit de vlek, die had ik al laten zien. Ja, nou ja, dat is een beetje jammer. Maar die gaan we even schoonmaken. Dat kunnen we mooi buiten doen. Want daar heb ik natuurlijk nog steeds dat dingetje voor liggen. Even dat aan de kant. Deze open. Stervenskoud buiten. Het is echt stervenskoud. En het is heel gek om hier dus geen bar te zien. En dan kan ik jullie uit gaan leggen waarom hier nou in één keer geen bar meer is. Die ligt namelijk hier. Op het balkon. Het heeft namelijk een bepaalde reden. En die reden, we hebben een afspraak gemaakt met ons appartementencomplex. Dit mag dus eigenlijk niet, zeiden ze. Maar het mocht dus niet constructief zijn, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus het mag niet vastzitten met de blokjes waaraan hij vast zat. Want hier zaten schroeven in. En hier zaten ook schroeven in. Nou, in ieder geval op de hele rit zitten ongeveer een stuk of 4 schroeven. En hiermee zat hij aan vast. Het kwam op neer dat het niet constructief mag zijn. En het mag dus niet buiten de reling hangen. Ik kan jullie uitleggen, we zijn niet de enige die dingen buiten de reling hebben hangen. Want hier hangen bloempotten. Bloembakken, daar hangen 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 bloembakken. Overal hangen allemaal bloembakken eroverheen. Dat mag dus niet uit het reglement dat dat niet gewenst is en dat ze dat dus niet willen. Nou, ik ga ondertussen dat ik dit verhaal aan het stellen ben, ga ik even dit mee naar binnen nemen. Want die gaat even zeep weer in water. Dat heb ik even buiten laten staan, want ik wist dat ik hem nog een keer schoon moest gaan maken. En het was dus zo dat wij moesten gaan veranderen hoe het eruit zag. Wij moesten veranderen van onze, ja, hoe noem je dat? Ons huis, onze huisbaas, nee. Degene, in ieder geval de huisman. Dat zou ik zeggen. De vereniging, zo noemen ze dat. En daar moesten wij dus van veranderen dat hij dus niet meer constructief was. Dus niet vast zat. Daar hebben we ons aan gehouden. We hebben namelijk dat dingetje veranderd. Op een gegeven moment hadden wij zoiets van, nou, het moet inderdaad wel veranderd worden. Prima. Dus... Wat hebben wij gedaan? We hebben die blokjes eraf gehaald tussenin. En zij zouden langskomen om te controleren of dat gelukt was. Dat hebben ze nooit gedaan. En nou kregen we dus deze week ineens een brief binnen. Met erin, als het niet wordt verwijderd voor deze en deze datum, dan krijgen jullie een boete. Super raar natuurlijk. Want de hele boete ging erom dat wij juist... een afspraak hadden gemaakt dat hij dus niet meer constructief kon zijn, of moest zijn. Dus wij hem elk gewenst moment eraf konden halen. Nou, dat hebben wij ingewilligd, want we hebben hem eraf kunnen halen.
En heel eerlijk, die bar die is zo knijtertje zwaar. In de zin van, hij heeft redelijk wat zwaarte. Zijn zwaartekracht ligt echt onderin in de bar. Dat is logisch. Als ik hem nou op zou leggen, zou hij er no way afvallen. Stel het zou heel hard waaien, dan nog niet. Hij is echt pittig zwaar. Ik kan hem in mijn eentje wel tillen, dat dan wel. Maar het komt erop neer dat hij gewoon makkelijk eraf te halen is er niet. En daar hebben ze niet naar geluisterd, niks mee gedaan. Dus nu kreeg ik een brief binnen van, hey, hij moet eraf worden gehaald, want jullie hebben de regels overtreden, bla 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 bla. En herhaaldelijk gevraagd te hebben om hem af te halen. Zijn jullie daar niet mee akkoord gegaan of hebben jullie daar niks mee gedaan? Dus zijn de volgende stappen een boete. Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus daar gaan we natuurlijk nog even achteraan. Helaas heb ik daar nu geen tijd voor, want ik ga nu letterlijk morgen weer weg. Maar daarom ligt hij dus nu hier. Want hij kan er gewoon op en af wanneer we willen. En dan moeten zij gewoon rekening mee houden dat we dat mogen doen. Want hij is niet meer constructief. Dat is een beetje raar. Nou, we gaan deze even schoonmaken. En dat doen we maar op één manier. En dat is heel makkelijk. Even in de vinger knippen, want dat hoef je allemaal niet te zien natuurlijk. En ze zijn beide gewoon schoon geworden. Ja, ze zijn nu nog heel nat. Ze moeten nog even opdrogen. Maar dit heb ik schoongemaakt, dat heb ik schoongemaakt. Ik heb dit schoongemaakt. Zoals je ziet, zitten er eigenlijk nog maar twee hele kleine streepjes. Dus ik moet nog één keer eroverheen gaan als het opgedroogd is. Die is gewoon schoon. En die is, ja, zo goed als schoon. Nooit. Lekker zeg. Ik heb ze van buiten gehaald. En ze zijn weer helemaal schoon. Zoals je ziet, er zit al een beetje een vlek in. Maar die trekt vanzelf weg, gelukkig. Hier is alles weg. Alle vlekjes zijn er weer uit. Hier zijn ook alle vlekjes eruit. Zit nog, kijk, die twee kleine puntjes die daar zitten. Het waren echt twee dikke strepen. Dus dat is heel fijn. Ik moet nog even één keer laten opdrogen dan helemaal. En dan nog één keertje doen. Dan zijn ze helemaal uit. Dat is top. Mijn mama appte mij. Of belde mij eigenlijk. En die zei, zullen wij vanavond nog wat doen? Of niet? En dus ik zat een beetje te twijfelen. Ik heb net keihard gewerkt om een video af te krijgen. Dat is wel gelukt. En dan ga ik nu zo meteen, als deze gerenderd is, ga ik meteen door met de volgende. En dan kan ik waarschijnlijk wel nog wat leuks doen met mijn ouders. Ik moet ook nog mijn tas inpakken. Voor morgen vroeg. We mogen om ongeveer 6:30 weg zetten. Een 8 uur de trein hebben. Dus het is ook al pittig. Pittig. En sorry dat ik vandaag heel veel binnen ben. Komt omdat het 1 rete koud is. En 2, ik echt pittig wat moet voorbereiden voordat ik wegga. En dat is eigenlijk elke keer zo. Ik weet niet of jullie dat vervelend vinden. Maar ik vind het een soort van troost. Dan nog wel dat ik een dagje dus iets minder doe. En dan krijg je daar weer 4 volle dagen, deze keer zelfs, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, voor terug, waar we heel veel leuke dingen doen in een andere stad. Ik zie het niet als een probleem, misschien vinden jullie het wel vervelend. Zo kan ik er zelf voor zorgen dat ik, deur dicht doet, meer leuke dingen kan doen op die dagen en dus weinig hoef te editen. Want als ik nu dus vandaag nog 1 video hierna edit, dan staat die voor morgen online. Voor zaterdag online. Donderdag, vrijdag en zaterdag online. Dat is heel chill. En ik hoor nu in mijn oor dat mijn batterijen van de AirPods op zijn. Dus die ga ik even opladen. Videootje klaar. Videootje geüpload. En ik ga nu even naar beneden. Want mijn mama, die is als het goed is. Kijk die timing dan. Mama is precies aan komen rijden wanneer ik naar beneden loop. Ik weet niet of je het kunnen zien. Maar daar is de auto van mama. Die er op de hoek staat. En het is allemaal lastig met die hoek daar zo. Maar ik ga eens even lekker naar beneden, want mama komt eraan en ik heb namelijk iets voor mama. Want zij heeft een... Ze heeft deze sleutel nodig. Die heb ik natuurlijk van Tom, van zijn appartement. En zij gaan deze week, gaan ze ook naartoe. En het mooie is natuurlijk, als de video online komt dat ik weg ben daar, dan zitten zij er al. Dus dat is helemaal niet erg. En tegen die tijd dat zij weggaan, is Tom alweer in Nederland. Deze sleutel dus. Alsjeblieft, mama. Dank je al die stap. Hoi. Oh, je hebt een dingetje bij. Ja, dat is een... Een rouwkaart. Dat is rouwkaart. Dat is niet zo leuk. Nee. Maar, zo heb ik nog voor je. Hoi, schat. Hey. Alles goed? Ja, maar dan kom je straks nog even... Het was een korte intermezzo, noemen ze dat. Eventjes snel die sleutel afgeven in de auto. En dan... het was eigenlijk handig geweest om die sleutel straks te brengen. Want ik ga straks sowieso daar naartoe. Alleen, het hele ding was... Die sleutel... brengen, dat was het idee. Dat was ook niet het idee dat ik daar straks naartoe zou gaan, maar ik ben nu zo goed aan het werk dat ik alles op dit moment gewoon afkrijg wat ik af zou moeten krijgen. Dus we gaan nu weer even kaart werken. Oh, ik zie dat ik de hele tijd heel donker was. Ik was niet de hele tijd heel donker, maar ik was wel een hele tijd donker in de zin van toen beneden, buiten. Buiten had ik genoeg licht. Maar ik ga even volbak aan de slag en dan zie ik jullie dan weer.
Kijk dan. Dat heb ik gemist. Jongen, ja, dat heb je gemist. Jongen. Ik mag meedoen met de soort van wijnbrigade hier. Wijnbrigade. Ja. Oh. Nou, ik heb net op de brommer gezeten. Super koud. Papa zegt tegen mij net, ik moet lekker fietsen, want dan krijg ik het warm van. Ja, dat is misschien voor de volgende keer een goed idee, want nu ben ik... Mijn neus lopen, mijn knieën zijn heel erg koud. En ik ben daarnaast ook nog eens een watje. Maar mama zei tegen mij, wat wil je eten vanavond? En ik zei, nasi. Of nou, mama zei, wil je nasi eten vanavond? Toen zei ik, ja, lekker. Dus dat gaan we nou doen. Ja, dan ben je gewoon bijna buiten geweest en helemaal op het kantoor geweest. Ja, nou ja, het was... Oh nee, 946 staat hier nu op. Maar waarschijnlijk omdat ik net hier binnen iets heb gelopen. Maar ja, mijn stappen vandaag, jongens, zitten zelfs onder de 1000. Zoveel heb ik binnen gezeten. Het is niet te doen. Dat kun je hier zien, die app in Apple. Heel chill. En gemiddeld is 4000. Dat is ook triest. Maar dat ga ik allemaal goed maken vanaf morgen. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag in Berlijn wordt echt weer veel gelopen. Want ik ben samen met Sam en dat is een soort van teken. Dan gaan we altijd heel veel lopen. Nou, wat gaan we eten? We gaan lekker kroephoek eten. Ander soort kroephoek. Lekker, hoe heet dat? Zure ook alweer? Acachampur. En pinda's. Heb je die nou zelf gemaakt, die pinda's? Of kun je die gewoon zo kopen? Oh. En gebakken uitjes. Lekker hoor. Zo, lekker zeg. Heerlijk. Even lekker nasi eten. Hij moest nog helemaal worden gemaakt, of bijna worden gemaakt, afgemaakt, laat ik zo zeggen. En we hebben lekker satésaus, lekker nasi, al die ingrediënten bij elkaar. En we gaan eens even lekker samen laatste avondmaal. Soort van. No. Zo, het eten is allemaal lekker opgeruimd en we hebben echt heerlijk gegeten, man. Het was echt subliem. Ja, echt heel lekker. En nu heeft mama ook nog eens lekker... dropjes en chocola van mij gekocht voor de rit naar Berlijn. En dit voelt een beetje als vroeger, man. Als ze in een auto naar Frankrijk zaten. Lekker dropjes mee en snoepjes mee. Deze is lekker, denk ik. Dit is echt een andere... Het is nieuw, denk ik, ja. Ja. Met... Crunch pecan. 20 crunch pecan caramel. Wat is de andere procent dan? 32%... Crunch pecan caramel, dat is het dan. Ja, dat is gek. Dat is raar. Dat kun je helemaal niet lezen, dit. Nee, ik kan het niet lezen. Ik wil zeggen, je zit echt zo te kijken. En ik denk, nou, dit kun je nooit lezen. Ik kan echt niet lezen. Oh, wauw. Heel mooi. Maar de planning was niet voor mij ook om even langs de winkel toe te gaan. Langs de winkel te gaan. Want ik moet ook gewoon even boodschappen doen voor die reis. We zitten 7 uur in de trein. Daarvan 1,5 uur in Nederland en de rest 5 uur in Duitsland. En waarschijnlijk denk je nu dat ze helemaal geen 7 samen. Nee, dat klopt. We moeten ook nog 1,5 uur wachten in Deventer morgen. Dus ik dacht ook van ik moet sowieso iets te eten meenemen. En al zijn het snoepjes of chocola, maar sowieso ook iets van een salade of zo. Om daar ook even een beetje... normaal voedsel te kunnen eten. En we gaan natuurlijk ook editen in de trein. Dus we moeten ook een beetje editvoer hebben. Ik heb de koelkast weer eens even goed gevuld. Of nou ja, voor heel eventjes dan. Want deze twee ga ik meenemen mee naar Duitsland. Deze twee ook wel. Dit heb ik van mijn moeder gekregen natuurlijk. Dit ook. Plus ook nog eens eventjes een lekker kaasje erbij. Want we gaan natuurlijk best wel lang zitten. Dus ik heb even krentenbollen met kaas gefixt. En dan heb ik even een boodschap gedaan. Oh ja, en de cola flesje hoort er ook bij. Maar ja, dan leg ik ze ook maar in de vriezer. In de koelkast, anders vergeet ik ze waarschijnlijk ook wel mee te nemen. Deze mango ga ik nu even lekker opsnijden. En die ga ik even lekker eten. En dan ga ik mijn tas maar eens inpakken. Is misschien ook wel handig om dat te doen. In ieder geval om eraan te beginnen nu. Dan kan ik straks lekker op mijn gemakje nog wat lekker wat YouTube video's kijken voordat ik ga slapen. Oké, de tijd is gekomen. Ik moet echt even gaan inpakken. En zo is alles ingepakt en wel. En zijn we ready to go. Alles staat in de gang. Het is trouwens de volgende dag dat ik het film, want ik ben vergeten de outro te filmen. Maar dat maakt het zich niet uit, want het is ongeveer pas 5 uur later dat ik het filmde. Maar wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Even beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. Vergeet ik zeker niet de video's te checken aan die kant van mij. En dan zou ik zeggen, nog één dingetje. En dat is later.